Britt Iedink, welkom bij Excelsior Rotterdam. Bedankt, hartstikke bedankt. Wat heeft je doen besluiten om hier je contract te tekenen? Nou, ik weet niet. Ik dacht, dit is een hele leuke club. En ik heb het geprobeerd bij andere clubs. Helaas, wouden die mij niet hebben, dat is dan maar zo. Maar ik vind dit een hartstikke mooie club. En ik hoop hier veel minuten te maken. Ja, want vertel eens over jezelf. Je hebt je ambities, je doelen, maar wie ben je? Ja, ik ben Britt Iedink. Ik kom uit Noorden. ik hoop de Eredivisie te bereiken. Nee, dat is nu gelukt. En ik hoop hierna nog verder door te groeien. En zo hoog mogelijk te gaan. Te voetballen. Ja, want voetballen, daar gaat het natuurlijk om. Vertel eens over jezelf. Wat voor positie speel je op het veld? Ik sta links buiten. Vroeger ook heel veel spits gespeeld. Maar toch, mijn voorkeur gaat toch uit naar linksbuiten. Ja, en daar voornamelijk je ontwikkeling door te maken hier in Rotterdam natuurlijk. Jazeker, en ik heb ook gehoord dat dit is een team waar je kan ontwikkelen. Dus ik hoop dat ik alles uit mezelf hier kan halen. Ja, want vertel eens over jezelf. Waar heb je hiervoor gespeeld altijd? Je komt uit Noorden natuurlijk. Ja, ik heb hiervoor gespeeld bij VV Rode. Nou ja, vroeger altijd bij de jongens met de goede vriendin Anna de Groot. En toen uiteindelijk ben ik naar de dames 1 gegaan. Dat is vierde klas, dus dat is behoorlijk wat anders. Daarna ben ik naar Heerenveen gegaan, belofte. 2 seizoenen gespeeld. En nu ben ik hier. Ja, want de Heerenveen belofte, heb je dan toen ook al je debuut gemaakt in de Eredivisie? Of wacht je daar nog op? Nee, daar wacht ik nog wel op, dus dat kan misschien hier gebeuren. En daar heb ik hartstikke zin in, daar kijk ik echt naar uit. Ja, want dan zal dat gebeuren in Rotterdam. Dat is natuurlijk voor jou als een meisje uit het Noorden, is dan een hele stap. Ja, ik moet hier ook wonen natuurlijk. En school kan online, dus maar het wonen is nog wel een dingetje. Ja. Ik kom zelf een beetje uit een nuchtere buurt natuurlijk, dus dit is wel wat anders. Het is een drukke stad, maar het lijkt me hartstikke leuk. Ja, want er zijn natuurlijk meerdere meiden die komen van alle heil en ver eigenlijk uit het land. Je komt in een nieuw team, dat is ook voor jou een nieuwe omgeving. Dat moet een uitdaging zijn ook, denk ik. Ja, dat klopt, dat is zeker waar. Maar voor mijn gevoel zijn het er allemaal wel leuke meiden. En ze hebben ook allemaal wel humor. Ik heb net al een paar meiden gesproken en zijn hartstikke aardig. Dus dat moet goed komen. Ja, wat vertel eens, een paar meiden gesproken. Ken je al iemand toevallig? Ja, ik ken Iris van Wolkhoven, die ken ik. Die heb ik ontmoet via Nike. Dat is een meisje, speelt ook in de Eredivisie, speelt bij SC Heerenveen. En daar hadden we een heel gezellig feestje, dus dat was leuk. Ja, daar ken ik haar van. En voor de rest ken ik eigenlijk niemand, maar dat komt vast wel goed. Ja, dat komt vast goed. Ga eerst lekker genieten van je zomer en nogmaals welkom bij Excelsior Rotterdam. Dat komt goed, hartstikke bedankt.